Ik kan een wheelie met een skateboard. Bam! Als je valt, heb je dan pijn? Niet pijn. Yeah. Niet pijn. Dit is nog steeds Guy. Nog steeds 5, nog steeds een legend. Een paar dagen geleden uploadde ik een deleted scenes video. Een fop cadeautje. En, je raadt het al, er was nog meer materiaal. Dit is dus deel 2 van de deleted scenes. Ga het lekker YouTube kijken. Je bent een legend for life. Golly, gotta need your best, you're probably like a Harley. Guy is groot. Guy is een reuze. Kunnen we nog even hierop? Omhoog duwen die dingen. Lekker bro, en terug. Dit is geen speeltuin. Er gaat helemaal niks gebeuren als hij erop gaat. Wat een leuke wipwap. Dat is leuk. En wop. Ik kan niet op mijn bek flikkeren. Jawel hoor. Ik ga ze even op mijn bek laten flikkeren. Weet je wat je bent? Legend for life. Wat is dat? Dat ben Mag jij. Mag ik thuis weer even op je dak zitten? Waarom vind je dat zo leuk op het dak van de auto zitten? Daarom. Nee, omdat dat van jouw ouders nooit mag, hè? Van jou mag het wel. Is dat de reden waarom je altijd met mij wilt chillen? Ja. Ja. Kijk, wat ben je aan het doen, hè? Wat doe je? Hey. Wat doe je? Oké, dus sluit ik hier wel op. Een psychologische test. Wie maakt als eerst geluid? Ik sta hier buiten. Hij staat binnen. En hij heeft... koekjes. Kut. Hey! Vreedzak! Kijk! Wie? Ja, ik heb een oftewel! Hey! Hoe heet met die Oreo van je? Je hebt ze gestolen. Dat is niet de bedoeling, hè? Dus wat gaan we doen met die Oreo? God, god, god. Die heb je toch niet. Wat doe jij? Hé, kom van mijn auto af. Kom van mijn auto af. Nee. Hoe lekker vind jij dit? Gast. Ik ga hem nu omdraaien. Dat is zo'n klein pannenkoekje. Wees je zo ondankbaar. Kijk hoe goed hij is. Hij is niet goed. Mogen we er hier 2 van en hier 2 van? Of hier 3 van en hier 3 van? 2. Je eerst zei 2, we zijn akkoord gegaan met 2. Nee. Hier, vreet het even op zo. Nee, nee. In je bek? Nee. Als eerst tussen dingen op hebben. Nee, rustig eten. Niemand slaapt. Het is 7 uur. Wat wil je doen? Skelterrijden. Ik weet niet of de skelter zal open zijn hoor. Goedemorgen zonder zorg, dames en heren. Nou, wel met zorg. Ik heb namelijk vannacht geen oog dicht gedaan. Het heeft geen hoofd, jongen, vannacht. Holy shit. We moeten niet meer zo ver lopen. Daar staat een piemel. Waar staat een piemel? Daar, boven. Dat is een thermometer. Nee, een piemel. Thermometer, ja? Nee, een thermopiemel. Ja, de receptie is nog dicht. We kunnen nog helemaal niet de skelters huren. Hier, de skelters zijn nog helemaal niet beschikbaar. Echt geen zin in die fucking skelter. Oh, lekker schil erbij. Wow. Kijk, denk je niet dat we een beetje te veel eieren hebben? Vind ik juist lekker. Dit ziet er niet uit, maat. Wel. Ja, maar dit kun je toch niet eten? Weg. Nee. Je bent een legend for life. Guy! Ja? Guy! Ja? Guy! Nee. Hey Guy, luister. Nee. Wat heb je daar? Een telefoontje. Ik heb ook een telefoontje. Ja, wat vind ik dit mooi. Guy, weet je wat mij wel een leuk idee lijkt? Als wij vandaag van telefoon wisselen. Ga eens lekker YouTube kijken. Ga YouTube kijken? Ja. Hallo, is dit moeder van Guy? Oh, fuck. Ja, Guy is een beetje stout. I can't believe you've done this. Ik zal hem wel even straf geven, ja. Ik zal hem wel eventjes op zijn bek stompen. Jij hebt een neptelefoontje en ik een echte. Voor één dag, hè? Nee, voor altijd. Ik ga hem lekker verstoppen. Nou, dan verstop ik jou. Grijp toch niet? Wacht maar, ik verstop jou gewoon in het riool van Amsterdam. Ik kan eruit klimmen. Hoe dat? Lopen? Nee hoor, ik bind je helemaal vast. Dan neem een mes mee. Pijp kan doorsnijden. Ja, met zijn handboeien, die kun je niet doorsnijden. Ik zit in de handboeien. En hier zit dat dingetje. Doe ik zo. En dan is hij los en doe ik zo. Klaar. Gooi de handboeien weg en dan ga ik lekker weer doorlopen. Nee. Wij gaan toch tot... Wij gaan toch woensdag ruilen weer om met telefoon. Maandag en dinsdag, dat zijn 2 dagen. Het is dat je zoveel views trekt, anders had ik het nooit gedaan. Dat gaan we wel doen. Voor de mensen die zich afvragen, Guy heeft überhaupt geen idee hoeveel views wij hebben. Hij snapt er geen reet van. Hey Guy, hoeveel kijkers hebben wij, denk je? Wij gaan wel 2 dagen telefoon ruilen. Je ziet het. Wie ben jij? Ik ben een man met een snor. Ik wilde eigenlijk
Calvijn bellen over zaken, maar volgens mij moet ik nu jou spreken hierover. Ja. Maar moet je ook naar school en zo, of hoeft het allemaal niet? Ja, ik moet... Nee, 2 dagen zijn... ik weet niet meer hoeveel dagen we weer vrij zijn. Dinsdag hebben we studiedag. En gisteren waren we vrij en die dag daarna. Wat goed. Wat heb je verder vandaag gedaan? Met... Niet meer. Je bent wel een aardige dikker. Nou, dat vind ik lief hoor. Je moet niet alles geloven wat deze meneer zegt, hè? Ja. Als je heel veel patatjes eet, dan ga je er dus zo uitzien. Dat wil je niet natuurlijk. Nee. Jij moet even de screenrack uitzetten. Nee. Nee, maat. Laat los. Nee. De screenrack moet uit, anders wordt de editor helemaal gek. Kan ik ook gewoon deze Nerf kopen? Zoveel geld heb ik niet. Klaar met de Nerf. En kan ik deze Nerf kopen? Wat heb ik? Van mij heb ook kaasje. Oh, ken jij dat? Ja. Maar vond je kaasje een leuk spelletje? Download nou kaasje! Rustig. Hey, auw. Oh. Ah, oké, je krijgt hem terug. Dan ben ik hem voor altijd. Nee. Wel. Pak hem gewoon weer af hoor, mafkees. Ben je gek of zo? Wow. Ah, mis. Oh, hey. Wat zei die? Oeh. Heb jij geen zin in hem? Nee. En wie ben jij? Je moet me niet meer bellen, dan ben ik wel een spel aan het spelen. Doei! Heb jij wel eens een meisje gekust? Nee. Oeh. De machine zegt dat je liegt. Nee, ik lieg niet. Niet stiekem een keertje? Nee. Mag je gewoon eerlijk over zijn? Nee, dat heb ik niet gedaan hoor. Oké, dan is de machine misschien wel kapot. Ben jij een beetje verliefd op iemand? Nee. Dat klopt. Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Hoeveel vriendinnetjes heb jij? 0. Dat klopt niet. Nee. Denk even goed na. 2. Ik heb er wel 2. 3. Wow, heb je gewoon 3 chickies? Nee, 1, 2 bedoel ik. Heb jij al een keer iemand uitgescholden? Nee. Oh. Nou, heb jij een keer een koe een kusje gegeven? Nee. Nou. Nee. Kijk eens. Ja, maar de machine is kapot. Ik heb misschien 1 kusje gegeven. Wat ben je allemaal aan het doen dan? Ik mag 2 keer. Kelvin's telefoon. Kelvin mag na 2 dagjes een laptelefoon. Ik ben op vakantie, kijk maar. Maar ik kan je wel bellen hoor. Ja, dat merk ik ja. Fijn. Krijg ik dan nog die 10 euro van je? Nee. Hoezo niet? Waarom niet? Wat doet hij nou? Ja, hij wil zijn geld terug. Hey Kie, ik heb even met mijn boekhouder gebeld. Anton krijgt ook nog geld van je. Frederik, ik krijg ook nog 20 euro van je. Dat gaat niet goed, hè, zo? Nee. Kijk eens. Heb je stiekem wat gespakt? Oei, yo, bro. Mocht je afvragen waar de fuck we beland zijn? Ja, we waren even buiten. Er kwam een hele klas. Die wilde allemaal op een foto en shit. Toen dachten we, gaan even naar binnen. Toen zei die vrouw van de ijssalon, oh joh, ga maar in de kroeg. Dus ik dacht, ga wel lekker in de kroeg. Maar dit is gewoon een soort leegstaande, oude, verrotte. Maar het is wel spannend hier. Misschien ligt hier wel goud. We gaan wel samen goud zoeken. Zullen we straks alles omgooien? Waarom zouden we alles omgooien? Nee. Zullen we nu weer gaan? Wat hebben wij spannends gedaan, hè? We hebben een fiets omgegooid en nu gaan we snel weg. Oh, spannend, bro. Legend for life, laat niemand je vertellen wat je niet kan zijn. Je bent een legend for life, maakt niet uit hoe groot, maakt niet uit hoe klein.